We zijn in de vastgoedlounge in Euroborg, waar FC Groningen merchandise is uitgestald voor een fotoshoot die straks plaats gaat vinden met Michael de Leeuw en Gennaro Zeefuik. De twee spelers laten zich fotograferen met FC Groningen fankleding. Een deel van de nieuwe collectie, een deel is ook al bestaand. Maar we hebben nog heel weinig beeld met de voetballers zelf erin. Dus, De foto's worden gebruikt voor folders van de fanshop van FC Groningen en zijn daarnaast terug te zien op Facebook en via Twitter om zo de FC Groningen supporters attent te maken op leuke merchandise acties. PSV en Feyenoord gelden hierbij als voorbeeld. Nou ja, dat zijn clubs die hebben gewoon een heel groot marketingsysteem erachter en dat hebben wij niet. Dus wij moeten het af en toe even een beetje afkijken, maar we geven wel onze eigen draai eraan. Ja, ja, en daar helpen Michael en Gennaro eigenlijk heel goed aan mee. Is Michael nu een heel stoer jack aan? Is deze bestaand of is deze nieuw? Nee, deze is bestaand. Die is al een tijdje in de collectie. Maar heeft nog niet heel erg in de aandacht gestaan. Dus vandaar dat we die nu ook even meenemen. Het is wat wij wel vinden passen bij de stijl van Groningen. Een beetje stoer, een beetje niet heel opvallend. Maar wel lekker stoer. Groningen, groen-wit. We hebben veel mutsen en sjaals. De winter komt er natuurlijk aan. Dus het is even dat weer wat extra in de picture zetten. Ook daar heel veel dingen die eigenlijk al een tijdje in de verkoop zijn. Maar die we gewoon wat meer in de aandacht willen zetten. En waarbij we ook kijken, wat zijn leuke setjes bij elkaar. En om de supporter toch wat meer op het idee te brengen wat bij elkaar past. Mensen denken bij voetbalmerchandise alleen maar aan bekers en aan klokken en dat soort dingen. Maar eigenlijk hebben wij een hele grote collectie. En mensen die voor het eerst in onze winkel komen, die zijn er altijd verbaasd over. Naast de Leeuw en Zeefuik is er ook een rol weggelegd voor de tweejarige Leila. We moesten nog een kindje voor de babycollectie. Nee, als je daar echte babytjes voor neemt, dan is het altijd heel lastig om te fotograferen. Dus we zochten eigenlijk een kindje wat nog net in de grootste maat paste. En dat was toevallig mijn dochter. Dus dat is ook wel makkelijk. Die voelt zich dan wat meer thuis en wat meer vrij. En we gaan zo meteen proberen om haar ook alleen op de foto te krijgen. Ze is inmiddels met Gennaro op de foto geweest en dat ging heel goed. Maar we gaan zo meteen maar eens proberen. Alle kleding, ook die van Leila, is terug te vinden in de fanshop van FC Groningen in Euroborg.